anders, dan kan het nog wel eens makkelijk zijn om toch eventjes dat te gaan doen. Maar weet je, als er geen vraagtekens zijn, dan heb ik zelf zoiets van, dan kunnen we beter gewoon meteen maar daarheen gaan snel wandelen. En ik bedoel, ja, misschien dat we die vraagtekens tussen die deur dan ooit nog eens langskomen. Die kennen we ook nog wel op een ander moment doen. Denk ik. Dat lijkt me in ieder geval van wel. Ik weet niet 100% zeker of dat klopt. Maar als je denkt dat ze klopt, dan kan je het beter gewoon even gewoon ervan uitgaan dat het ook echt daadwerkelijk klopt. Wij gaan even hier weer omhoog, want anders dan verzuipen we. Dat is ook niet zo heel erg plezant voor iemand. Zo, wel eens mee. Dan moeten we hier maar heen. En dan gaan we naar de Tempelier, volgens mij. Of Tempelier, zeg maar, de tempel. Ik wil de serve setup is verder, if you have need. There is one thing. There has been food taken by the guards malignly in the name of Serapis. They take a tithe, then take double for themselves. They bring it to their arsenal and share it with their phylacteri. The people now starve. I worry it will get worse. Do not worry, priest. I will see the people fed. I will await among the people at the docks. Oeh, oké. Okay. Nou, dan moeten we die ook maar gaan proberen. Ik weet niet of dit ons gaat lukken trouwens, maar... Zoek en stil de car. Nou, dat moet lukken. Dat moet dan wel lukken, denk ik. Het lijkt me dat we dat wel moeten kunnen doen. Ik bedoel, het is een level 10 missie. Wij zijn level 14, dus dat zou betekenen dat het gewoon heel erg gemakkelijk zou moeten kunnen lukken. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit zeker in het Assassin's Creed Origins. Want het kan best wel eens zo wezen dat het in één keer een fucking moeilijke opdracht is. En dan, nou ja, dan krijg ik het toch wel weer moeilijker dan ik had verwacht. In eerste instantie. Maar eerst die car maar eens even zien te vinden. Want als je die car nog niet gevonden hebt, dan kunnen we ons ook nog niet druk maken om het feit dat het moeilijk of makkelijk is. Hallo mevrouw, how are you doing today? Oh, lopen ook gewoon kinderen rond. Dat vind ik wel humor eigenlijk. Ja, had ik nog niet eerder gezien. Tenminste, niet eerder. Ja, niet eerder bewust gezien in ieder geval. Misschien heb ik het wel gezien, maar niet bewust. Nou, dan moeten we dus die kar op zoek gaan. Naar de kar. Maar ja, voordat we de kar gevonden hebben, moeten we eerst nog maar heel wat. Out of the way! Move out of the road! Hey! Keep the threat on the outside! You will Give not pass! To get loose. Oh, dat ging niet helemaal. Stop! Opschieten, opschieten, opschieten! Sneller! Sneller! Het ging wel heel erg slecht eigenlijk hoor. Maar vanaf. Stealing from Serapis. You guards are supposed to uphold the law. Pathetic. This food will be put to much better use. Holy fuck. Dit is niet goed. Gelukkig is deze wel heel makkelijk te killen. Dat maakt het leven dan toch net wel weer iets makkelijker dan dat ik had verwacht. Maar goed. Dan mogen we gewoon als een idioot dat ding jatten, want dan kunnen we weer smeren. En als we hem kunnen smeren, dan kunnen we wegkomen. En als we weg kunnen komen, dan kunnen zij dat ding wel in de fik zetten. Zo van, oh my gosh, we need you guys. En dan smeren we een vuurslaan, zo versterkt naar ze onderweg. Maar ja, weet je, we hebben dat ding toch al een keer gedaan, dus die hoef ik niet eigenlijk per se nog een keer te doen. Voor mijn eigen verhaalachtig iets, ik weet niet. Misschien moet het wel om een andere reden, maar dat komen we dan vanzelf wel een keer achter. Ik ben er alleen nog niet helemaal achter hoe ik kom waar ik naartoe moet gaan. Dus dat is nog wel even een dingetje. Maar misschien kom ik daar. Oh nee, wegwezen. Ik moet die kant op. Die laat ik daar in de buurt. Maar die is wel heel hoog level, dus daar wil ik eigenlijk nog niks mee te maken hebben. Die was level 20 volgens mij. En als het level 20 is, dan is me dat toch net even ietsjes veel te hoog. Oh, die kerel gaat waarschijnlijk daar naartoe. Maar ik moet hier naar beneden zien. Ik zie dat ik hier naar beneden moet, dus dan ga ik hier ook maar naar beneden doen. Door een Egyptisch gebied moeten wij. Want we hebben net allemaal voedsel gejat. Ja jongens, op sokkenbollen nou eens eventjes. Aan de kant, we moeten langs. Je hebt weinig om doel te verdooien. Nou, dat hebben we gedaan. Zie jongen, wat zijn we ook weer goed bezig. Food priest, as asked for. The Pharaoh's guards were... happy to donate it. This seni is more than I expected. The people will be served by Serapis today. May you walk lightly in his steps, priest. And you, Magi. Nou jongen, dat hebben we hartstikke graag voor u gedaan. En nu wil ik eigenlijk wel weer eens eventjes kijken
De laatste lijfwacht is een level 15, level 20, dus ook een level 20. Dat is maar net wat te hoog eigenlijk hoor, level 20. Dat is ook gewoon echt veel te hoog. Dus ik ga eigenlijk eventjes denk ik naar de missies toe. En dan staat hier een einde van de slang. Dan gaan we een einde maken aan de slang. Dat lijkt me wel een heel wijs iets. En de uitrusting kunnen we ook wel wat doen blijkbaar, of niet? Onze rijdier kunnen we nog aanpassen, maar dat hoeft voor mij eigenlijk niet. Ik vind die wel prima. Die is wel cool. Die is nog cooler als die. En die hadden we voor mij, dus... Doen we het zo? Nee, dan doen we het. Ik zei dat we het zo gingen doen. En hier, kunnen we hier nog wat upgraden? Nee, nee. Nee, en nee. Nou, dat valt me dan wel een beetje tegen. 900 meter, dus dan kunnen we nog wel eens even koekeloeren. Want dat betekent dat het helemaal daar is. En helemaal daar, dat betekent dat ik hier wel even heen kan teleporten. En dan zie ik daar nog een paar vraagtekens die ik eerst nog wel even kan doen. Want daar zijn we denk ik, nou, misschien zijn we dan net level 15 voordat we daar aankomen. En dat is level 12 missie. Dus dat zou dan in principe wel een redelijk chill iets zijn. Elke boogklasse bevat bla bla bla. Een normale schot en het aanvult als je ervan geeft. Nou, dat is inderdaad wel chill. Maar wij gaan rustig met onze longbow verder. Want tenminste, is het een longbow? Het lijkt wel op een longbow. Dus dan gaan we daar gewoon rustig mee verder. Want dat vind ik nog wel een stabiel wapen eigenlijk. En ook best wel redelijk chill. Want ik bedoel, ja, knal je zo iedereen mee dood in één klap. En dat is best wel heel makkelijk. En ook voor onze sneaky attacks is dat gewoon wel heel erg makkelijk eigenlijk. Ja, vind ik wel. En ja, als je dat makkelijk vindt, dan moet je er gewoon lekker gebruik van maken. Want dat is gewoon, ja, dat is gewoon de bedoeling daarvan, lijkt me. 70 meter diep. Oh, dan moeten we eventjes weer op V drukken. Daar dan ding wat we zoeken dus. Nou, dan moeten we hier dus denk ik omhoog, lijkt me. Tjonge jongen, het lijkt net een ninja zeg. Oh, sociaal. Hoe makkelijk die dame naar boven kloten. Zoek de verborgen ding. En dat verborgen ding dat ligt daar. En hoe komen we daar? Daar komen we door hier ergens naar binnen te klauteren. De wapenkamer. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hier naar beneden moeten. Dan klauteren we denk ik hier naar binnen toe. En vanuit hier kunnen we dan omhoog, lijkt me. Hoop ik dan maar dat we hier omhoog kunnen. Want dat we hier niet omhoog kunnen, als ik niet weet hoe ik naar binnen moet komen. En vanuit hier kunnen wij dan rustig dat ding meenemen. En dan hebben we de locatie voltooid. En als je dit ding voltooid hebt, dan kunnen we nu rustig naar de volgende vraagteken doorlopen. Want daar gaan we misschien ook naar net 100% of 100 XP. En als je 100 XP krijgt, dat is net weer genoeg voor de volgende kleine beetje vordering in het spel. In het spelletje, ja, in het spelletje. Yes, motherfuckers. Oh, dat is nog wel een pokkend verder eigenlijk. Nou, pokkend verder. Het is eigenlijk best wel heel ver weg. Maar aan de andere kant valt het ook nog wel wat mee. Wapenkamer. Dit is de wapenkamer. Oké. Okay. Terug weer op V. Oh, dit is te moeilijk. Want hier staan mensen met een doodskopje. En als er een doodskopje staat, dat betekent dat het een veel te hoog level voor mij is. Dus dat betekent dat ze zeker weten. En als het zo'n hoog level is dat ik er niks mee te maken wil hebben, dan hoef ik er ook helemaal niks mee te maken te hebben. Dan ga ik liever gewoon lekker door. Dat lijkt me dan ook wel een verstandig iets, want ja, anders kan ik het toch niet killen. Lijkt me, ja, lijkt me eigenlijk wel heel wijs om dat te doen. Niks mee te maken daar. Het Koninklijk Paleis zijn we mee bezig. Dan moeten we daar maar eventjes naar binnen doen. Lijkt me, ja, dat lijkt me wel. Ik weet niet wat hier nou de bedoeling is, maar dat lijkt me in ieder geval de bedoeling dat ik hier naar boven klauter. Dan klimmen we hier naar binnen toe, denk ik, ergens. Ik heb eigenlijk gewoon nog geen idee wat ik nu mee bezig ben. Dat is, op zich is dat wel leuk, maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Nou ja, weet je, als je weet wat je kan verwachten, dan kan het heel erg makkelijk zijn. Dit is wel leuk. Dit vind ik dan altijd wel heel erg leuk. Pats, boom, you're down. Fucker. Die klap je eigenlijk heel makkelijk neer, deze lui. Alleen ze kunnen af en toe eens even iets moeilijk doen, weet je. Dan denken ze, ah, weet je, ik ben zo sterk dat ik kan winnen van een paar jaar. Maar dat kennen ze dan niet.
Want... Ah, ze zijn dood. Spannend eigenlijk. Alleen voor die twee wil ik eigenlijk even uitkijken liever. Daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in om tegen zoveel luid te knokken. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in, want alleen maar werk krijg je ervan en heel weinig plezier. Hang on! Deze gaat er ook aan, lijkt me. Nou, net niet, jongen. Dat vind ik echt jammer. Potverdorie, nu zijn er denk ik net even wat te veel lui. Ben ik een beetje bang voor. Dat er net even wat te veel lui zijn. Aan de andere kant, het valt misschien ook net wel wat mee. Hangt er net vanaf hoeveel geluk ik eigenlijk pak. Ik bedoel, het kan heel makkelijk gaan. Het kan ook heel moeilijk worden in één keer. Hangt er vanaf hoeveel luiden nog blijven komen en zo. Gaat het dat het nou gaat, dan is het nog wel te doen. Op zich. Die nou nog een keer. Nou, ik heb deze. Deze klampen we niet in één keer neer, maar wel een klein beetje. Die gaan we zo in één keer neermappen. Die kennen we denk ik ook wel bijna straks in één keer neermappen. Eigenlijk is dit best makkelijk zo. Haha, je bitches, maar. Wat verdomme zeg ik, klootzak. Dan ben je wel echt een lul op mij zo in één keer van achteraan vallen. Maar gelukkig krijg ik nu wel levens door jou. Ik hoop tenminste dat ik nu levens krijg door jou, want anders ben ik echt een lul. Even alle loot pakken, want dat lijkt me ook nog wel redelijk verstandig. Want anders dan heb ik dadelijk niet meer genoeg andere wapens en zo om de rest nog te verslaan. En nu vind ik het eigenlijk wel leuk geweest, dus nu hoeven we eigenlijk. Hey, stop! Die lui niet in één keer neermappen, dat is wel lastig eigenlijk. Want als je dat kan, dan maakt het gewoon meteen ergens een stuk makkelijker dan eigenlijk. Maar ja, als je weet dat het niet kan, dan kan het niet. En dan moet je er maar gewoon rekening mee houden dat het niet kan. En als je dat niet kan, dan komt het ook wel weer goed, omdat je weet dat het niet kan. Want als je niet weet dat het kan, dan kan het. En bla 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 bla. Okay, ik wil hier wel een beetje gaan doorzoeken eigenlijk. Want ik wil eigenlijk hier ook niet te lang blijven. Want als we hier te lang blijven, maken we het onszelf ook alleen maar moeilijker. Eigenlijk heb ik daar niet zo heel denderend veel zin in. 3 van die schatplunderen moeten we ook nog doen eigenlijk, maar goed. Dat hoeft op mijn part niet meteen. Kijk, hier is een inspectie waardig. Looks important. Locked. These are the rooms of the royal scribe. A ladder. Maar die kist die is dus dicht. En als die dicht is, dan moeten we eerst de sleutel zien te vinden. Looks important. Locked. En
En daar hebben we dus nog een voorwerp voor nodig. Maar waar is dat voorwerp, moet je dan afvragen? Ja, dat moeten we ons zeker afvragen eigenlijk. Aha, found something. Ah, a key. En die sleutel die kan hier waarschijnlijk wel op. En als die hier op past, nou, dan wordt het heel makkelijk, denk ik. Official papers. This just belongs to the royal scribe himself, Eudorus. Huh? False bottom. A letter. Esteemed Ibis, the Pharaoh remains compliant and is our puppet in all things. Act with caution in Siwa. The murder of the Heron was but the first. Two from among us here in Alexandria have also been killed. However, the situation is under control. Gennadios is actively questioning the populace. We commend your efforts, Ibis. Long life. Stamped with the seal of the snake. The snake is Eudorus, the royal scribe. Aha, nou, als we dat dus al weten, dan kennen we. I have said that the royal scribe is often at the bathhouse. I will kill that naked ear that Eudorus there. Twee. Die laatste nog zien te zoeken, maar dan hebben we in ieder geval al twee van de drie schatkisten gevonden en dat is wel makkelijk lijkt me. Deze ook nog even killen. Ja, ik bedoel, ja, iedereen die dood is, daar heb je toch geen last meer van lijkt me. Dat lijkt me in ieder geval. Ik weet niet of het daadwerkelijk ook nog echt zo is in dit spel. Maar goed, dat is ook nog iets. Daar komen we misschien ooit nog wel eens een keertje achter. Eudorus bezoekt vaak het badhuis. Dus als we dat ook al weten, dan weten we in ieder geval ook al zeker. Dat is wel jammer dat die kerel net eerder mapt als jij doet. Want als hij eerder mapt, ja, dan heeft hij ook net wat eerder schade op je gericht. En als hij schade op je richt, ja, vind ik niet cool. That is not very, very cool. But sometimes it happens. And when it happens, then it happens very, very badly. At least that is what I think, but what I think is not always right. Dan ben je ook een loser man, hij heeft twee. Als je iemand naast je laat vermoorden en je niet doorhebt dat diegene dood is gegaan, dan ben je wel een loser. Kijk, en daar ligt een kameraad van ons eigenlijk, dus dan moeten we die nog even gaan helpen of niet? What is this? Vind de daders. Oh. Nou, die lopen hier boven rond, lijkt het net, of niet? Daar lijkt het wel wat op. Maar ik weet niet of dat klopt. Vind en dood de daders. Nou, dat kan. Dat moet lukken zelfs. Maar om heel eerlijk te zijn, niet eens zo heel dendig moeilijk. Daar lopen er eentje rond. Die kunnen we sowieso wel killen. Ik hoop dat ik hier wel een beetje fatsoenlijk XP voor krijg. Je bent gewoon de lul. Want mijn opdracht is u vermoorden. Aha, bitch, you will die. Oh, jongen. Dat ben jij maar even. Nou, jij gaat er ook gewoon aan omdat je ook niet zo heel veel meer voorstelt nu. Dat is ook niet heel erg moeilijk. Dood bevestigen, ja, dat lukt me wel. Eigenlijk wil ik ook nog even kijken waar die laatste is, maar dat kan beter dan nadat we hier omhoog geklommen zijn. Want weet je, we moeten dan zoveel dingen doen, we moeten nog asociaal veel dingen doen, weet je. Ik bedoel, kijk, dit stelt niet zo heel dendig veel voor, omdat het gewoon, ja, niet zo heel veel werk is, lijkt me.
Maar aan de andere kant, ja, ik weet ook niet wat ik hiervoor krijg. En als ik niet weet wat ik hiervoor krijg, dan kan het dus heel veel opleveren. Maar ik kan ook net zo goed dus geen in het rol opleveren. En als het geen in het rol oplevert, dan is het een beetje sneu. Hey, wat? Ja. Dat ging ook niet zo heel moeilijk eigenlijk. En dan moeten we de laatste nog, maar de laatste die lijkt me ook niet zo heel erg spannend. Your time has come. Hij stelde ook geen in. Fuck voor. Wat ben jij een loser? Jongen, 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 jongen. Hé, dan toch nog zo stoer willen doen, hè? Nou, en jij dan, jongen, wat wou je doen dan, Pipo? You are a fucking Pipo. En Pipo's act really tough, but they ain't shit. Most of the time. Nou, krijg ik toch weer 250 SP. Dat is best wel redelijk toch een ding. Dat er redelijk is. Kijk, daar is de volgende schat. Hey. Worms can have you. Hey, maar dan wil jij niet de stoel tegen mij komen doen met je level 9. Ha! Ik ben level 15, bitch. Ik heb wel stoel komen doen, maar dan heeft dat toch helemaal geen ene nut, of wel? Wat een loser. Ik moet hier alleen naar binnen zien te komen, dat is misschien het moeilijkste van het hele gedeelte. Het lijkt er op dit moment wel het moeilijkste inderdaad. Oh, dat is niet zo heel moeilijk, maar ik moet alleen even uitvinden waar ik naartoe moet lopen. En dat is hetzelfde gebiedje als dat we hier in gingen, dus dan is het helemaal niet zo moeilijk. En het is ook nog de laatste schat. Maakt het ook net weer wat makkelijker natuurlijk, waardoor ja, het is sowieso niet zo heel erg moeilijk, maar... Weet je, als het dan ook nog eens de laatste is, ik zal eens even op de map drukken, want ik moet even naar mijn doelen toe gaan. Oh, wacht, nee, ik moet niet naar mijn doelen, ik moet naar mijn missie toe gaan, want ik moet deze missie in ieder geval halen. En ja, vind ik wel, ik vind dat ik hem moet kunnen halen. Ik zal ook nog wel eens even een snel lopen doen, want dat is gewoon makkelijk, weet je. Als je heel snel loopt, dan ben je net weer wat sneller op het punt waar je naartoe aan het lopen bent. En dat is op dit moment wel redelijk stabiel en makkelijk, want ja, hoe sneller ik hier ben, hoe beter het is, zeggen ze. Nou, en dat zal ook wel helemaal waar zijn. Lijkt me, ja, dat lijkt me in ieder geval van wel. Ik bedoel, dat lijkt me niet zo heel erg logisch om helemaal zo'n pokken in te lopen. Nu kennen we heel erg snel. En heel erg snel, dat is makkelijk. Jongen, 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 wat zijn we ook weer asociaal goed bezig. Dat kan wel weg, lijkt me. Ja, dan moeten we nou alleen nog 70 meter lopen. Maar dat is al een stuk minder dan 400-500 meter wat we net moesten lopen. Dus ja. We gaan even naar het badhuis. In het badhuis moeten we, want ja, in het badhuis kunnen we lekker chillen. We gaan lekker chillen in het badhuis. Dat dacht ik, want in het badhuis, ja, dan kun je wel redelijk. Ja, het lijkt me dat we daar wel redelijk kunnen chillen. Dat hoop ik in ieder geval van wel. Want als we daar niet kunnen chillen, dan wordt het niet heel erg cool. Dan vind ik het niet een chille plek. Aha. Nou, ik ben benieuwd wat we hier bezoek. I love you again. The pity alone is worth skin affliction is an endless suffering. Is everything to your liking, my lord? Simply divine. The water is a bit turbid. Ptolemy is a chinless symbol. They will attack on sight here. Aha, you are a dead motherfucker. Zo jongen, nou ben ik mijn vinger kwijt volgens mij. Dat is wel sneu. Dat was niet de bedoeling, denk ik. And be done with it! May the gods curse you. What cause have you to kill me? It was you who murdered my son before my eyes. You are a fool. At the temple in Siwa!
That forsaken shithole? I had nothing to do with that disaster. It is too late for your lies. Anubis awaits. It is worth the loss to slay the snake at last. The snake? The snake will never die. Son of Apep, the Lord of the Duat awaits. Nou, weer eentje dood. Snap het padhuis. Nou, dat moet lukken. Klauter gewoon heel omhoog. En als je heel omhoog klautert, dan kunnen ze je niet meer zien, denk ik. Eudoros, killed! Oh, their gods. He's been murdered. Look at the blood. But he was so handsome. It's Eudoros' poor soul. Ja, vindt iedereen hem knap? Nou, ik vond hem niet eens zo heel knap eigenlijk. Ik vond hem eigenlijk nog best wel een monster, monsterlijk lelijk. Maar ja, weet je, iedereen is haar smaak. Dat is helemaal waar, toch, of niet? Snel verlaten, want dan kunnen ze me niet meer pakken. Dit is wel lastig, ik bedoel. Godsamme zeg, dit is wel heel erg lastig, omdat die klootzak gewoon. Oh, nu ga ik echt dood. Damn it. Ik was zo geconcentreerd bezig dat ik ben. Oh, dit vind ik niet leuk. Nee, dit vind ik helemaal niet aardig van die motherfuckers. Die motherfuckers. En ik had geen wapen, weet je. En als je geen wapen hebt, dan is het toch wel net even ietsjes moeilijker om iedereen weg te komen. Nu kan ik hier wel wegkomen. Nu lijkt het me niet zo heel spannend meer, want. Kijk, nu klauter ik hier gewoon omhoog, denk ik. Ik denk dat ik hier gewoon omhoog ga klauteren. En nou klauteren we dus toch mooi deze kant weer op. En hierheen, en hierheen. Kijk, en nu lopen we hier rustig boven zoals een echte assassin, weet je. Want een assassin die wordt niet gezien. En als je niet gezien wordt, dan zijn we nu dus wel goed bezig. Vind ik zelf wel, ja. Alleen wel een beetje sneu dat ik in de Act of Duty mijn vinger verloren ben. Dat vind ik dan wel weer minder cool eigenlijk. Vind ik dat niet zo heel stom. Orokalos, in Apofanin, volemo kriegs. Dan moeten we alleen wel opschieten, want dan hebben we nou weer niet verlaten. Ja, kijk, nu is het gelukt. He, dat was niet zo moeilijk, toch wel? Jongen, elke keer dat gaat woeren hier ook. Ah, jij. Nou, dat had ik nou liever niet gedaan, denk ik. Ik had liever niet mijn vinger verloren. Maar ja, zo begint het dus wel, hè? Want ik kan me herinneren dat. Hoe heet die kerel ook alweer? Ezio. Die werd toen ook gezegd van ja, je moet je vinger wel inleveren voordat je dit wapen krijgt. Want nou, zonder vinger, dan kun je, anders kun je dat wapen niet daar. Dat kan ik me wel herinneren, maar. Met Aya, wij hangen. Oké, dan moeten we daar dus. Update. Aya. Hey, Nomikin, wat gezellig. Ik vind dat misschien nog wel geinig. Hij heeft nog wel humor, weet je? Dat er ook nog wat kinderen rondlopen, dan voelt de stad toch net even iets levendiger ofzo. Allemaal van die rijke Grieken hier al. En wij moeten hartstikke snel terug naar Aya, want Aya misschien net nog wel wat leuks voor ons. Dat zou nog wel eens kunnen zijn. Want ja, ik bedoel, ja, we hebben er toch alweer een tijdje niet gezien. Hè? Dan lijkt het me toch nog dat er. Nou, dat zit er toch wel ergens een kleine kans in, denk ik. Dat hoop ik. Ik weet het niet of ik dat mag hopen. Misschien best wel vreemd. Aan de andere kant, het is ook wel leuk, toch? Of niet? Dat je elkaar zo weer af en toe ziet en dan is iedereen toch weer blij.
my dearest. The snake and Gennadios are dead. It was Eudorus. He died flailing in the baths. I wish I had been there. God, ze gaan dat ook echt doen ook. My wife. My wife. Ja, nee, dat hoef je allemaal niet te zien, hè. Dat is niet voor polterkijkers. Jongen, 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 jongen. Ik snap het, even zeg maar weer wat terug verder de tijd in, want anders dan krijgen we allemaal dingen te zien die we niet hoeven te zien of niet horen te zien. Ik weet het niet. Oh, we gaan terug weer de normale tijd in. Hey, I was wondering if I should pull you out. Your adrenaline and BP are elevated and it's affecting your heart rate and hormonal markings. Serotonin and oxytocin in particular. What happened in there? Aya's here. Who's Aya? My ex-wife. I can feel her nearby. You can feel her? Pretty sure that's the bleeding effect. Along with Bayek's memories, you're also experiencing his emotions. No, you dork. I think she's actually in this cave. Spouses usually share the same tomb. A second mummy? We should really report to Abstergo. Maybe after I find Aya. I'm gonna call it in if you don't. Deanna, no! If you do it there, well, get no credit. They'll cut me out like always. Okay. There. What is it? The bleeding effect is leading me to Aya. Oh, great. More fuel for your superhero complex. Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real? She's down there. My turn for a leap of faith. Leap of what? Damn, that's cool. Oh. I was right, she's here. Oh, there you are, thank God. I can almost taste the blood. Okay, you're making less and less sense, Leela. We need to report. Not yet. Not yet? So when? Well, I can't chew my way out of here. Ja, moet die kant op. Lijkt me inderdaad wel beter. Nee, dat het smerige water heen en zo, jongen, jongen, daar word je er ook niet happy van. Your story will be told. What are you doing now? Climbing. And it's hard, so uskuti, will you? Fine. Let me know when you get to the top. Ja, want dan moet ook weer eruit komen natuurlijk, hè. Dat snap je zelf ook wel. Nee, je moet toch naar beneden, snap dat dan. Goed zo. Nou snap je hem pas, hè, of niet? Dat duurde wel even voordat je hem begreep. Maar weet je, ja, soms dan duurt het wel net even iets langer bij de ene dan bij de ander. Ik denk dat je hier ook beter naar beneden kan gaan. Dan springen we hierheen. Hierheen. Hier omhoog. Ja, lijkt me van wel. Hier nog een stukje omhoog. Jongen, jongen, nou zou ik hebben al klauteren. Dat is één ding wat zeker is. Het zit vast. Why? I took a DNA sample from Aya. I want to see her memories. Look, I get that you're excited, but the more risks we take, the worse things could go for us. It's my dream on the line here. Let me do this my way. Ja, klauter maar weer naar beneden toe, want dat is toch allemaal niet zo heel erg spannend, of wel? Adding Aya's DNA to the chamber. It'll take time to sequence. You won't be able to sync with her memories right away. Leila, something else you should know. Since you're mixing gene sequences in an uncontrolled manner, the transition between memories will likely be unpredictable. I'm comfortable with unpredictability. Yeah? Well, I'm worried. You always are.
Ja, want hier is toch niks te doen, nog wel. Als hier nou wat te doen is, dan snap ik dat ik daar ook nog een keertje heen moet. Maar als daar niks te doen is, dan heb ik liever dat ik gewoon de animals in ga. Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk. Dan kunnen we nog misschien net even een paar dingetjes doen als Mike. Ik weet niet wat er nog te doen valt, maar we zullen vast weer een nieuwe opdracht krijgen. Want het lijkt me dat het spel nu nog niet afgelopen is. Like, I don't know for sure, but I think it's not the end of the game. Nee, dat denk ik nog niet. Nee, maar ja, weet je, we moeten toch nog even een paar dingen doen. Zoals bijvoorbeeld een paar vraagtekens of weet ik veel wat, jongen. Want er zijn nog zo fucking veel dingen in het spel dat we moeten doen en kunnen doen en willen doen. Ja, we willen natuurlijk ook een hele hoop. Maar ja, je kunt natuurlijk niet alles willen en alles doen wat je wil gaan doen en bla bla bla. Want anders heb je gewoon nog een halve week taak aan of zo, denk ik. Dat denk ik. Dat weet ik niet zeker. Aha. I told you, the Animus hasn't finished interpreting Aya's DNA yet. Fine. Nou, zie, dan gaan we dan toch nog weer als Mayak verder, of niet? Welk fluitje is dat? Nou, dit is het fluitje van mij. En dat is het fluitje van haar. En dan heb je twee fluitjes. En dat is dan een Q en een lange Q. Ja. Eén Q, dat roep je de wachters, en andere Q, dan roep je de rest. Kijk, zie, ik zei dat ze het gedaan gingen doen. Jongen. What if he was not the last? Of course he was the last. They are all dead. Justice is done. If there's any question, Apollodorus will know. He knows all. And where will I find this man who knows so much? He is with Cleopatra. But find his man first near the Hippodrome. Hey! I'll tell Phanos that Gennadios is dead and meet you later. Jongen, dat is wel een leuke vrouw, hoor. Enjoy the hippodrome. Don't lose all your money at the race. Enjoy? Nou, dat is toch wel leuk dat we ons ook nog een beetje mogen genieten van onze vrijheid, hè. Dat is toch wel heel erg leuk. Level 20, dat is ook hoog trouwens. Daar moet ik wel een beetje voor uitkijken. Dan moeten we dus, oude tijden moeten we die kant wat op. En daar is een vraagteken, dus we kunnen ook rustig die kant eerst oplopen. Dus dan moeten we eerst 300 meter die kant op klauteren en dan zien we dan wel waar we naartoe gaan. Ik bedoel, ja, het lijkt me van wel dat we eerst even snel dit vraagteken doen. En dan kunnen we misschien die missie net starten, of misschien net niet. Hangt er net vanaf een beetje hoe lang dit vraagtekentje duurt. Het kan heel snel zijn. Het kan ook net even iets langer duren dan gepland. Maar ja, dan kom je pas achter op het moment dat je hem aan het doen bent. Dus ja, dat is, kan nog wel even duren. In ieder geval lopen we daarheen. En dan gaan we dan, denk ik, weer wat minder in de mooie wereld rondlopen. Of tenminste in de grote stad, maar wat meer richting het boerenleventje of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar dat lijkt me in ieder geval zo, omdat je, ja, je bent toch net even ietsjes verder weg of zo. Ik denk, dat lijkt me. I'm not sure though, maar nou, ik bedoel, ja, het lijkt me ook dat je weer een beetje richting het Egypte gaat in plaats van richting de grote steden. Weet je, er moet een beetje een balans zijn. Het lijkt me dat ook nog een beetje dat een balans hoort te zijn, maar ja, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker, want ja, ik heb niet zo heel denderend veel ervaring met dit spel. Maar aan de andere kant, ja, weet je, ervaring is er om op te doen. Dat is helemaal waar. Helemaal waar, zegt hij dan. Jongen. Hallo mevrouw, u hoeft niet bang voor mij te wezen, want ik help alleen graag mensen. En dat is toch niet zo eng? Maar wel, dat nou wel eng is, dan weet ik ook niet. Nou, kijk, dat valt me toch nou wel weer wat mee. Dus dan kan ik nou hier wel heen wandelen. Lijkt me een goed idee. Lijkt me een zeer goed idee. Ja, anders dat komt het natuurlijk helemaal niet goed. Een grote synagoge voltooid. Nou, dat is mooi. Het is mooi dat wij die voltooid hebben, want als wij die niet voltooid hadden, dan weet ik niet wat er allemaal zo nog gebeuren, maar nu weet je er wel, want je hebt hem voltooid. Goeie zaak. Ik heb geen idee wat hier nog allemaal gaat komen, het enige wat ik weet. Dat is zo'n gekke vraag, dat is een bijzondere kleur. Nou hebben we ook nog een bijzondere kameel ervoor gevonden. Magi van Egypte. Vind de contactpersoon bij de Hippodrome. Nou, dat gaan we niet doen, want we lopen al naar de Hippodrome toe.
Maar we zijn level 15, weet je. Dus we moeten eigenlijk nog even proberen net even ietsje sterker te worden ofzo. Dat lijkt mij in ieder geval wel een goed idee. En ik zie dat we over 100 meter aankomen bij een missie. Dus wil ik die missie eigenlijk gaan doen. Als je die missie gedaan hebt, dan krijg je dus XP. En XP cake. We can need XP. A lot of XP. But I think that we can win. Make a few of XP's. De hippodroom. Nou, leuk toch of niet? Ik denk dat het leuk kan zijn. Senefa. Is it you? Bayak? You sour-faced one. I am Claridas now. What are you doing here? Icarus was 1,000 times better than you! Who's going to lead you greens now, Malakia? You're a babe at the teat. You think you can win the Cursus Magnus? Horseshit! Leave Nicias alone. Icarus' death was a dark day for all of us. Let him weep in peace. So, is Aya with you? Ah, hey, I'm alone. I was just asking. Ask my foot next time. No matter. Join us at the tavern later. Hmm? Naar de tavern, dat klinkt gezellig. Dat klinkt wel gezellig inderdaad. Gaan we daar naartoe? De tavern. Oh, dat is ook nog weer een pokkend verderop. Zeg, jongen. Ik denk, nou, nu zijn we er wel. Maar nee hoor, dat... We weer een pokken en lopen. Dan willen ze elke keer met pokken en gaan lopen, zeg. Jongen, 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 wat een klootzak. Hallo, Praxis. Hallo, Antropen. Nou, lopen naar de tavern. Gaan we bier zuipen, denk ik. Ik denk dat die bier gaat zuipen. Dat lijkt me wel logisch. Ik bedoel, wat doe je anders in de tavern? Helemaal niks. Helemaal niks te zoeken, toch wel. Wow. 40 meter, dan moeten we dat ding wel even kapot maken, want dan krijg je XP voor mij. Of een vaardigheids... Als ik het goed herinner, kregen we daar de vorige keer gewoon een vaardigheidspunt voor. Nou, dat zou wel heel erg chill zijn. Maar ik weet niet zeker of we die nou kregen. Hoe kent je pers? Nou, in ieder geval, we moesten hem toch slopen. Dus ja, als je dat dan moet doen, dan kan je hem net zo goed gewoon meteen slopen. En dan ben je er vanaf, weet je. Dan ben je er gewoon helemaal vanaf. Dat is wel redelijk relaxed, dacht ik. En dan hebben we daar nog een puntje. Clear the way! Clear the way! Nee, dat dacht ik niet. Ik doe niet springen als jij zegt spring. Zo werkt het niet. Dan moet het wel een beetje van twee kanten komen. En dit kwam totaal niet van twee kanten. En als het niet van twee kanten komt, dan doen we niet. Zo heel erg lief hoor. Nee, we zijn natuurlijk geen bitch-ass motherfuckers ofzo. Ik bedoel, het moet wel leuk blijven, vind ik. Ik vind dat het wel een beetje leuk blijven. Dat die mensen denken dat wij hoeren zijn ofzo. Spring! Spring! Nou, dan ga ik niet springen hoor. Doei doei. Door door. Doe niet, zo werkt het niet. So I said, it's not your pig I'm talking about, it's your wife. Oh, Bayak. How long has it been? A decade? More? You left Siwa a long time ago, huh? And you left your name behind too. I had to. Claridas is a name better suited for the hippodrome. Remember the horses we rode outside Siwa? Huh? Oh, those nags. I thought you would never leave that shithole. Siwa. Small, poor and ugly. The only beauty there was Aya. Has it changed much? Has she? Things change. People change. Ah, I need another drink. Meteen een strak gezicht weer. Ja,
Pardon, Neb. I overheard Claridas say you once rode together. My father sponsors the Prasina Greens, and we are in need of a mighty racer. I'm only here to drink and forget. Leave him alone, Nikias. Real men are drinking here tonight. Bayek, come. Let me show you something inspiring. Huh? Nou, oh, ik ben benieuwd hoor. Oh, jongen, jongen. We zijn al een beetje dronken, dacht ik. Where are you taking me, Senefa? Please, Claridas. I have not been Senefa in years. Dit is wel lastig. Lexon, Lexon! Move, now! Dat is wel heel lang niet geweest, hoor. Why did you change your name? To succeed in the Hippodrome, one must be welcomed by the Greek houses. So, a Greek name. Aha, anders dan mag je niet meerezen, zeker. Sure. And your name? Your home? Siwa was nothing to me. The Greeks may look down on us, but screw them. I eat and drink well on what I win. Sure, jongen, jongen. I have no ambition to race at the Hippodrome. You? No, never. They cheer for me. Besides, you would need a sponsor, a real chariot. En dan mogen we straks wel meeracen en dan doen we meeracen op die groene team en dan krijgen we ruzie met hem. Did you know he won 1,000 races and survived twice as many? See how they loved Icarus? Ja, dat zou. Ik hou ook van die man, denk ik. Wat een loser. Our gods never did anything for me. You're lucky I left. If I had stayed, Aya would have been mine. You are drunk and an ass. You have no idea what I give up. Oh, the world is hard. You always look down on me in Siwa. Thought you were better. I never. Doesn't matter. I have found fame. At what cost? You gave up your home, your name, your gods. You chose this path. And it has brought me all the coin and cant I want. Now, you always wanted glory. It is not what drives all of us. And all you wanted was Aya and little Bayax. What made you abandon your dream? Enough. Oh, nou mogen we met hem weg. Dat vind ik wel leuk. Je hebt nog wel veel te leren, denk ik, hoor. Boom! Haha, bitch! Niet zo stoer doe je, hè? Klopt zo. Easy mode. How we have one easy mode. Fucking klootzak. You alive? Wat een loser. You are old. Time for me to dunk my head. The beer hits harder than you. What in Dionysus' name were you talking to Nikias about last night? Nikias? Who? Don't bullshit me. I saw you. What? You think his father will just welcome you onto the Prasina Green team? You really think you can roll onto the track and win races with no training? No skill? Piss on you! Maybe I should seek this Nikias out and hear his offer. If you can win Claridas, it can't be that hard. You might want to pray first. You'll need all the help you can get to survive the Hippodrome. The gods will watch us race and decide. You have your gods, I have mine. We'll see who rides out covered in glory. Nou, as we said, let the gods judge. Nou, dat is wel leuk. Dan hebben we in ieder geval weer een maat erbij. Haha, die kerel mag het zeggen, totaal niet, hè? Wat samen zijn, wat een lul. Wat een lullo.
Een wilde rit als een secundaire missie. Hier is nog een secundaire missie. Wat ik eigenlijk even wou doen. Dood het convoy en haal oude artefact terug. Nee, ik wil eigenlijk hier eens even concluderen. Die kennen we nog wel even snel doen. Misschien zijn we dan net level up of zo. Dat lijkt me nog wel wat. Dan zijn we level 16. Dat is een mooi moment om te stoppen, lijkt me. Dat lijkt me er in ieder geval, ja. Nummer 1 is a dead. Maar kunnen we nu gewoon hier erin sneaken? Nemen we dit ding rustig mee. Hebben we de schat geplunderd. En als je de schat geplunderd hebt, dan kan je heel makkelijk gewoon weer wegsneaken. Eigenlijk is dat best evil, want je naait ze gewoon keihard eruit. En dan zijn we weer klaar met die. Maar dat is 300 meter lopen, dat is nog 130 meter lopen. Dus ik denk dat ik op dit moment het beste even de aflevering af kan sluiten. Weet je, van Egypte, dat is ook 500 meter, dat is weer helemaal die kant op. Nou, dat gaan we dus eventjes nog niet doen, want dat lijkt me gewoon nog niet zo heel erg leuk om te doen. Aan de andere kant, ja, tuurlijk is het leuk om te doen, maar het is een beetje zo van... Nu even niet, weet je. Het is gewoon even nu even niet. En dan gaan we dat straks wel een keertje doen. Hier is nog een vraagteken. We kunnen hier gewoon heen teleporten. Trouwens, dus wat dat betreft is niet zo heel moeilijk verdiend, Drachman. En rijdieren door te winnen van je tegenstander. Nou, dat kunnen we straks ook wel een keertje gaan doen. Ja, lijkt me wel leuk. Maar aan de andere kant, ja, we gaan het zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Volgende keer gaan we weer verder met deze missie. En misschien nog wel een paar missies. Want ik denk dat we hiermee moeten beginnen met de blauwe hooligan. Omdat dat gewoon, ja, lekker in de buurt is. Maar ja, dat zien we dan de volgende keer wel weer. Voor nu dus, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters!